Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij gaan vandaag naar de Applejack. Jee. Tot zo. We zitten op zo'n houten paard. En, is het fijn? Ik wil echt heel graag een cake. Nou, we zijn er. En dat had Mila ook al verteld. Maar het is echt... Ik ben hier nu bij de longeerspullen. En ik wil graag heel graag mooi... Kijk hoe vet. Mila. Vet mooi. 10 euro. 11 euro, hè? En soms denk ik echt... Het zijn zulke mooie spullen. Hier gaat er... Oh, kijk. Dit wil ik ook wel hebben. Kijk, deze vind ik. Kijk, Mieltje vindt die beugels van mij. Maar Mila, deze dan. Als je dit hebt. Zo, is ook gaaf. Kan je echt. Maar Miel, ik denk dat ik toch voor zo zweep ga hoor. Dit zijn veel. Hele mooie. Ja. Kijk, ik wil graag heel graag een zweep. En ik denk dat ik ongeveer voor. Krijg ik hem nou niet uit? Ik zo slap. Oh, dit is ook fijn, joh. Ja, maar ik vind dit de onderkant mooi. Kijk, zo'n mooie zweep. Dat zou ik echt mooi vinden. Maar ik denk dat ik het dan met de hand niet ga doen. Maar ik moet hem erin krijgen. En dat is wel moeilijk. Als ik maar één hand heb. Zo. Ik heb hem maar door. Ja, en dan gaat hij ook even dom doen. Zo vet hier de hele zweep. En ik denk dat ik liever voor een heel fijn handvat. Is echt heel fijn. Nou, ik neem even op pauze, want er waren even mensen en dat is een beetje onbeleefd om dan daarvoor te filmen. Miel, 39 euro voor zo'n ding. Ja. Nee, 39 euro. Nee, wat is dit? Ja, 49 euro voor zo'n ding, hè? Ik denk dat ik ongeveer voor zo'n longeerding ga. Dat wou ik al best lang. Dan heb ik even wat voor mij. Als ik ga longeeren. Dat vind ik wel fijn. Ik zie nu echt ook een leuk ding. Kijk. Moet je kijken. En er zijn echt van zo'n kabeltjes binnenvallen. Dit is maat. Shetland. Dit zou moeten passen in de band even hoor. Er zitten ook twee bij. Dus voor 3, 24 euro vind ik echt kap. En dan wil ik ze liever in oranje. En deze zijn de achterstukken. Dat is dan voor 15 euro. Dus ik kan mijn vader en moeder even mee om te laten zien. Nou, ik heb al iets. Ik heb een mooi zweepje, maar ik ga hem niet laten zien. Want we gaan op het einde nog even alles showen. En nu gaan we een beetje weer rondlopen. Dus. Nou, wij zijn nu bij de holsters. Hier is Mila ook. We moeten even een mooi holster voor ze. Oh, ik wil oranje. Ja, ik heb het. Ik wil echt een cutie oranje. Ja. Nou, niet die. Ik wil zonder glitters liever, maar ze hebben alleen maar met glitters. Oh, nieuw, hè? Ja, dat lijkt me echt heel mooi bij Kiki. Bij Rinus. Ja, bij Kiki staat sowieso alles, man. Deze dan? Nee. Nee. Baby girl. Baby girl. Wat doe jij dan? Nee. Baby girl. Oh, man. Hans is lekker voor de camera. Maar... Er zijn echt hele... Wat is deze oranje? Met die wel echt. Met een Shetlander. Dit is veel. Dit is. Deze is. Shet. Dan moet dit maar pony Shetlander zijn. Oh, is dit maar Shetlander? Is het Shet? Vee. Dan kan je van mij ook wel aan dit zien, hè?
dat is shit. Kan je gaan staan? Hij viel. Ja. Ja. Hoi. Kijk, ik twijfel dus of ik deze zal nemen. Kijk, ik kan hem niet echt. Wacht. Zet ik hier even. Nou, we hebben lekker geshopt. En jullie mogen nog niet zien wat we hebben. Want dat laten we zo meteen. Oh, die zon. Laten we zo zien. Doei. Wel even stil zijn. Nou, wij zijn terug. En we hebben super leuke spullen. En wie gaat beginnen? Ja, maar we moeten wel even uit. Voor mijn stem trouwens. Ja, het is maar okay. Dan moeten we dit. Dan moet je even gewoon onderdeeltjes. Eerst dat, dan dat, dan dat. Nou, dit is een super leuke tas. Nou, hij vind ik zelf. Dat is mijn mening. Dank je. Hij kostte dus trouwens van de Horse Gear. Hij is €15 bij de Apple Jack. Super leuke kleur. Ze hadden zeer heel veel kleuren. Dan doe je dit de inhoud nog niet. Jawel. Nee, want dan kunnen we gewoon onze beurt hebben. Ik heb een zweep gekocht. Die ik heb jullie laten zien. En hij was... Super mooi punt. Ja. Oh, ja. Hij was €9 en gewoon zelf van de Applejack. 10 euro. Oh ja, €9. Ik dacht dat is gewoon €9. En daar zit ook nog zo'n handvatje bij, dus dat is wel fijn. Handvatje. Want bij mijn opa en oma, daar staan de ponies dus. En die had echt een heel irritant handvat. Ja, daarom heb ik een nieuwe zweep. Echt lekker logisch. Oké, nou heb ik er natuurlijk allemaal borsteltjes in. Je moet gewoon één voor één. En ja? Trouwens, thuis heb ik ook nog een manenborstel, borstel. Bij haar vaders. Een bandage. Halster bedoel ik. Haster. Is een touw. Hé, ik ben de naam kwijt. Touwhaster. Hastertouw. Nou, dat heb ik nog bij mijn vader. Bij mijn moeder heb ik heel veel spullen, maar het gaat nu van dichterbij. Dus, ja. Dit is niet dat ik zo weinig gemaakt heb. Oké, je doet gewoon één eerst en dan. Dan gaan we zo eten. Want anders heb ik te veel spullen. Begin met een snoepje. Hoe heet het? Heet, Lick It Snacks. Het is in de smaak mint. Ja. We zitten trouwens in de auto, daarom hoor je allemaal kinderen. Ja, want we zijn nu in de buurt van mijn tante en Oxford, oh my god. Maar het is daarom. Is het echt mint smaak? Dus ik kan het me niet voorstellen. Ja, het is echt lekker. Mint en Ecuador Piet. Nee. Oh, dat is wel mint hoor. Ik denk dat daarom Kiki en Rinus zo lekker vonden. Deze kost €2. Nee, €1,75. Dat is €2. Nee, ja. Afgerond, als je gaat afronden. Ja, Mila. Ik heb dan ook nog snoepjes. Ik heb een hele bak. En die was... En ook echt heel veel soorten. En zo. Nou, er staat niet hoe duur het is, want er staan gewoon de datum op. En het is ook gewoon van de Applejack. En ja, er zit... even kijken. Trouwens ook van Applejack. Vanille, rare blokjes, nee, nog meer rare blokjes. Fruit, geloof ik. Dit is vanille hoor. Ja, kijk, vanille. Deze twee kleuren. Een
soort van koekje met van granen erin. Een wortel, denk ik. Ja, en nog één in het groen. Nou, dat zit hier allemaal in en dan 180 of zoiets. Het ruikt niet vies, maar echt heel zoet. Ja, het ruikt gewoon echt zoet. Zo'n hele zoete geur, maar het is wel echt lekker. Gewoon echt ijszoet. Oké, dit heb ik dan nog. Ik heb een roskosteltje. Een sterren. Heel cute. Deze kost 4 euro. Het lag in de aanbieding bad. Dus ik dacht, nou, handig, leuk. Heb je gewoon een borstel erbij? Bij de Applejack. Super mooi. Ik vind het echt heel erg cute. Ik heb de deur even openstaan, want daarom hoorde Kiki is mijn sterretje. Sterretje. Ik heb dan hier nog een halstertouw. Hij is bruin met blauw. Het lijkt een beetje op bruin. Zwart, denk ik, maar op camera, maar het is echt bruin met blauw. En het is 5 euro en het is van Brown Light Blue. Oh, maar ik was dan de kleur aan het oplezen. Ja, dat staat hier niet echt bij waarvoor, wat voor merk, maar ik denk dat het wel gewoon echt Applejack merk is. Dus denk deze ook. Heb ik. Als er geen merk bij je staat, dan is het. Ja. Nou, deze heb ik dus. Dan mag jij. Ik denk dat jij gewoon meer dingen hebt dan mij. Dit is een. Ik heb nog maar één ding. Ik ook. Maar één ding. Oh, dan komt het uit. Maar dit is een. Leuk paars hoor. Is het paars of roze? Roze. Ja. Kijk wat. Zij beschrijven het als donkerroze. Nou, maar het is echt gewoon heel fel. Kan je ook wel gewoon zien. Vind jij dit donker? Nee, maar ik vind het ook niet fel. Nee, het is niet fel, maar het is ook niet donker. Nee. Het is een beetje gewoon te zien. Maar ja, mooie borstel. Hij kost 2 euro, dus best wel goedkoop. En kijk, hij kan heel mooi meebewegen. Dus, bij de Appletje. En dan heb ik nog één ding. Ik heb toch het oranje halster met glittertjes. Ja, hoe je dit ook wil noemen. Het is een beetje, ja, glitter. Hij is oranje. Hij heeft een hele zachte binnenkant. En hij was 20 euro. En van de Applejack. Dus daar ben ik ook heel blij mee. 20? Ja. Ja, 19,95. Maar dat rond je af 20. Dus. Dat was mijne. Mila. Ik heb nog super gave hoevenkrabber, vind ik zelf. Geel met glittertjes erin. Ja. Hij lijkt op de camera echt raar geel. Wat je raar noemt. Maar hij is in het echt zo fel en zo mooi. Hoe duur? Hij kost 2 euro. Dus ook niet heel erg duur. Kijk, de glitters. Super mooi. Zo'n borsteltje. Nou, sommigen hebben ook alleen dit. Ja. Nou, ja. Dit was de video wat we allemaal hebben gekocht in de Applejack. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer even. En reageer wat jij vond. Of naar welke winkel jij altijd gaat. Nou, wij gaan dus meestal naar de Applejack of Divosa. En ja. Trouwens, ik ga binnenkort ook een keer naar een paardenwinkeltje in de stad. Nou, ik denk dat ik dat ook wel ga vloggen. En wij gaan morgen naar Kiki en Rinus, dus dat zouden jullie ook zeker zien. En ja, dat gaan we dus doen. Dat denken we, want we moeten nog even bellen als het kan. Als we naar de ponies kunnen. En ja, dat gaan we dus doen. Super bedankt voor het kijken. Bye. Doei. Abonneer.